basiscursus medezeggenschap van LOC gevolgd. Ja. Kun je vertellen wat die ochtend je heeft gebracht? Ik vond het een hele indrukwekkende en leerzame ochtend. Ik ben pas een half jaar lid van het cliëntenraad bij ons in de omgeving. En ik had niet gedacht dat er zoveel bij kon kijken. Ik ben echt van plan om dingen op te gaan pakken. Om te proberen met mensen meer te motiveren. En ik ben best een beetje enthousiast over het cliëntenraad. Ik had eigenlijk niet gedacht dat er zoveel, dat je zoveel kunt betekenen eigenlijk voor je medemens in het verzorgingstehuis. Dus ik ga er echt wat mee doen. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van wat je vanochtend? Dat je best veel bevoegdheden hebt, de reden hebt. Dat je ook mee mag denken over de aanstelling van een nieuw hoofd. Dat je mee kunt denken over wat de mensen allemaal zo in het tehuis belangrijk gaan vinden. Bij een mogelijke verbouwing. Ik zie gewoon dat er best wel behoefte is aan wat achterban. En ik zie dat een heleboel dingen bij ons in het tehuis toch wel wat aandacht behoeven. En waarvan ik niet had geweten dat ik als cliënt daar dus mee een zeggenschap over zou kunnen hebben. Het moeilijke probleem zou wel een beetje zijn, we hebben een beetje een probleem met collega's voor de cliëntenraad. Het is moeilijk om mensen te vinden die mee willen denken. Maar ik wil me daar nu toch wel hard voor gaan maken, nu ik weet hoe belangrijk dat is om mee te denken in een cliëntenraad. Ja. Ja, en er werd vanochtend inderdaad opgemerkt dat de continuïteit van de cliëntenraad vaak een probleem is. Ja. Er werd ook nog een tip gegeven dat je niet alleen... Dat niet alleen de cliëntenraad zelf verantwoordelijk is voor voldoende leden, maar ook de locatiemanager. Ja. Was dat bijvoorbeeld iets wat... Nou, zeer zeker. Toevallig hadden wij het er net over gehad, om daar eens even naar te gaan kijken. En zijn ze ook mee gaan kijken naar bijvoorbeeld mantelzorgers of familie die misschien daarvoor in aanmerking zouden komen. Maar ik dacht, misschien kan ik toch zelf mij bekendmaken middels het infobulletin, met wat wij precies doen. En vraag op die manier of mensen belangstelling hebben om zitten te gaan in de cliëntenraad. Dus ik wil echt toch wel gaan proberen om daar wat meer bekendheid aan te geven. En om mensen te motiveren om mee te gaan denken. Dankjewel. Graag gedaan.